Giel, oh, wat ben je aan het doen? Wat doe jij dan weer? Luister, je moet echt stoppen met naar binnen komen zonder te kloppen. Ik ben er helemaal klaar mee, even serieus. Ik wou gewoon vragen wat je aan het doen was. Ja, Mick, doe eens even normaal. Je komt de hele tijd binnen zonder te kloppen. Ik zit gewoon lekker je tv te kijken en dan kom je de hele tijd binnen, gewoon ineens. Vind je het gek? Kijk, jij laat altijd de deur open en je hebt een groot gapend gat hier. Ik weet zeker dat mijn deur hier open stond. Ja, dat is gewoon mijn garage, Mick. Weet je, als jij geen auto wil, kan je het ook gewoon zeggen. Ik weet ook zeker dat jouw deur open stond. Nee, weet je wat, Mick? Dit is nou de zoveelste keer. Ik ga gewoon het meest veilige huis bouwen, denk ik. Dan kan helemaal niemand meer binnenkomen. Jeetje, ik wou gewoon vragen wat je aan het doen was. Je hoeft niet gelijk zo te doen, maar is goed, Giel. Ik ga jij maar lekker een veilig huis bouwen, want jij kan zeker toch niet bouwen. En ik kan sowieso inbreken. Gaat het me toch lukken? Jij kan nooit inbreken in dat huis, 100% van ik kan inbreken met een pompoen op mijn hoofd. 100%. Oké, okay, is goed. Okay, nou, dat vind ik een goede challenge. Nee, dat was een grapje. Maar ik kan sowieso inbreken. Maar jij denkt dat ik een grap maak? Ik ga echt het meest veilig huis bouwen, Mick. En jij komt er niet binnen. Als het het meest veilig huis is, dan zou zelfs als ik samen met de Noob en Pro probeer in te breken. Het niet lukken, die komen ook niet binnen. 100% niet. Dit wordt echt het meest veilig huis ooit en niemand kan hier ooit binnenkomen. Ik ben binnen. Ik ben binnen. Mick, luister eens even. Dit is ook niet het veilig huis waar ik het over heb. Ik ga het gewoon op een hele andere locatie doen en alles gewoon. Oké, nou succes. Ja, doei. En voortaan kloppen. Nee, ik ben alweer binnen, Giel. Klopt niet. Mick, ga weg. Wat zei ik nou? Jeetje, oké. Ik moet echt een veilig huis gaan bouwen. Dit is nou al de zoveelste keer dat dit gebeurt. En het is niet alleen Mick die de hele tijd zomaar binnen kon lopen. Ik ben er gewoon een beetje klaar mee. Dat betekent wel dat ik eventjes wat spulletjes moet gaan verzamelen. Want ja, zoals jullie zien, ik heb helemaal niks in mijn inventory. En dat is natuurlijk niet handig, want ik wil het veiligste huis bouwen. En met een bucket lava en 15 steak en 18 diamonds gaat dat niet lukken. Of ik geef gewoon een paar diamonds aan de klus en dan heeft hij van mijn spullen. Kijk, dat is het idee. Hallo, klus, hallo. Goed, ja, de winkel is open. Kom maar binnen. Wat fijn. Hallo. Welkom in de winkel, Giel. Ja, dankjewel. Het is weer een tijdje geleden dat ik hier geweest ben. Je hebt een nieuwe deur volgens mij, of niet? Ja, je hebt een nieuwe deur. Ik heb soms pas ik wat dingetjes aan. Nieuwe deuren. Het is allemaal nieuwe import. Ja, nee, heel erg mooi. Heel erg mooi. Ja, ziet er goed uit. Ja. Ziet er heel goed uit. Waar kan ik jou mee helpen vandaag? Nou, klus, ik heb een bestelling die ik wil vragen. Een bestelling is altijd goed, want ik ben een winkel. Ja, precies. Inderdaad. Daarom dacht ik ook van, dan kom ik lekker hierheen naar de winkel. Weet je, waar haal je het anders? En ik wil dus eigenlijk zoveel mogelijk spullen die ervoor zorgen dat ik een veilig huis kan bouwen. Het veiligste huis, oké? Mick, Noob en de Pro mogen er niet naar binnen komen. Oh, dus alleen jij mag naar binnen komen? Ja, en de rest niet. Dus allemaal verdedigingen misschien van die turrets, weet je wel. Die van die kogels schieten en zo. En ook paarse blokken, zodat ik wel een beetje een paars huisje van kan maken. Ja, ik schrijf op. Mooi. Oké, ja, zoiets. En gewoon nog, weet ik veel, cactussen of zo voor de omheen en lava. Ja. Ik denk dat ik wel een goed idee heb wat jij wil, Giel. Maar weet je wat? Het gaat wel veel kosten, hoor. Oh nee, hoeveel gaat het kosten? Ik heb een berekening gedaan. Als je echt een super veilige house wil, dan moet je toch echt de 5 diamonds betalen, hoor. 5 diamonds. Oké, nou dat valt me nog mee. 1, 2, 3, 4, 5. Hoppakee. Oh, dankjewel. Je bent een rijke man, zeker. Ja, maar klus, ik heb wel nog even één vraagje. Want morgen komt iedereen inbreken. Dus ik moet een beetje een snelle bestelling krijgen, als het kan. Dus een beetje snel moet je het afleveren. Je weet dat ze komen inbreken. Ze komen waarschijnlijk proberen in te breken. Maar het moet dus echt zo veilig zijn. Ja, dan kunnen we ons goed voorbereiden. Ik ga dat helemaal voor jou regelen. Wees maar niet ongerust meer. Nee, is goed. Prima. Dan gaan we dat doen. Dankjewel. Dan ga ik even een plekje uitzoeken voor mijn veilig huis. Ik denk dat het hier achter ergens is of zo. Ja, dat kan. Oké. Kies jij een plekje uit. Ik regel de rest. Oké, is goed. Dankjewel. Doei. Laat ik hier maar eens eventjes heen lopen. Hier is namelijk nog wel een beetje ruimte over, waar ik dus kan gaan bouwen. En ja, ik zit even te denken, waar kan ik het het beste gaan doen? Ik denk hier zo ergens. Ja, dit is in principe wel een goede plek. Ik moet wel nog eerst eventjes naar huis, want ik moet natuurlijk ook eventjes wat spullen gaan halen om het een beetje vlak te kunnen maken. Dus een schep, een pickaxe, misschien wat allemaal trouwens, want ze komen mijn huis aanvallen, maar mij komen ze misschien ook aanvallen. Ik heb geen idee wat ze allemaal gaan doen. Dus ik ga hier gelijk naar binnen en ik hoef natuurlijk bij mezelf niet aan te kloppen. Dat lijkt me wel logisch. Dus dan ga ik hier naar beneden en hier zit als het goed is mijn spullen. Jazeker. Dan heb ik ook nog diamonds hier. Oh, wacht. Ik heb natuurlijk in mijn handen gewoon diamonds. Alleen heb ik geen hout. Oké, nou weet je wat? Dan maak ik dadelijk wel even een crafting table met een schepje. Want een schepje had ik eigenlijk het hardste nodig. Oh, ik heb hier gewoon hout. En dan heb ik hier verderop een crafting table. Kijk, dan kan ik gelijk wat stokjes maken. Zo. Oh, en dan moeten deze zo. Kijk, yes! Ik heb een schep! Het bouwen kan eindelijk beginnen. Oké, dan ga ik hier gewoon
gewoon lekker dit een beetje vlak maken. Want dan komt hier gewoon mijn veilig huis. En dan komen er allemaal grachten omheen. En oké, misschien geen grachten. Misschien moet ik beter maar eventjes iets van spullen erop gaan bouwen. Of gewoon een klein stukje later beginnen met mijn huis. Gewoon aan deze kant of zo. Want ja, de noob heeft hier allemaal tunnels gemaakt onder de grond. En dat was ik even vergeten. Ik weet wel dat de noob allemaal geheime dingen onder de grond heeft. Allemaal bunkers en gangen en rails en weet ik het allemaal. Maar ik was even vergeten waar dat zat. Dan graaf ik dit nog allemaal even lekker uit. En dan hebben we, denk ik, zowel een groot genoeg platform. Hoop ik. Weet je wat? We gaan ook nog eventjes wat bomen weghakken hier zo. Hoppa, 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 hoppa. En dan hebben we nu best wel een groot platform. Het is alleen nog niet groot genoeg. Nee, we moeten nog meer hakken. Oh, 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 oh. Hallo, Kiel. Oh, waar ben jij? Klus, hallo. Ik ben hier achter. Ik kan het niet vinden. Hallo, hier zo. Achter het huis van de noob. Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Oh, achter het huis van de noob. Oh, nee. Ja. Ik zie jou aan de overkant. Ik ben verkeerd gereden. Oh, oké. Nou, dan moet je eventjes hierin komen. Ja, Kiel. Het is gelukt. Ja, we hebben alle spullen heb ik hier. Top. Fantastisch. Ik zet je auto neer. Oh, dat is fijn. Ja, zet maar hier neer of zo, ja. Heel die auto zit voor de spullen die we nodig hebben. Moet hij nog een stukje verder? Ja, je kan hem hier zo neerzetten. Ja, dit is prima hoor. Kan je anders de auto even laten staan? Dan kan ik het daar allemaal uitpakken namelijk. Ja, maar daar zitten allemaal spullen in die ik kan gebruiken. Oké, en die auto-onderdelen, die heb ik niet besteld hoor. Ik weet niet van wie dat die zijn. Is dat een andere bestelling of zo? Die zitten er nog in van de vorige keer. Oké. Ja, misschien zet ik wel allemaal auto's om een veilig huis heen of zo. Dat kan misschien ook best goed werken. Ik weet het niet. Dat neem ik wel weer mee, want die had ik eigenlijk nodig van een andere bestelling. Dat is goed dat jij dat zegt. Oké, dat is ook helemaal goed. Fantastisch. Oké, zijn er nou uit. Ja, dit komt helemaal goed klus. Dankjewel, okay, hè. Doei. Ik heb al mijn spullen binnen en dat betekent dat ik zo kan beginnen met bouwen. Maar ik ben nog niet helemaal tevreden met mijn platform, dus ik ga het eventjes nog wat groter maken natuurlijk, hè. Kom op. En ik ga dadelijk denk ik eerst beginnen met het bouwen van het huis. Het moet gewoon een klein maar fijn huisje worden. En dan moeten er gewoon een hele hoop beveiligingen langskomen te staan, zodat er helemaal niemand in kan breken. Zo, en dan... Hé, ga eens weg, koe. Ga eens weg. Ga eens weg. Maf Kees. Hé, ik zei toch dat je weg moest gaan? Doei. Is dit je veilig huis, Giel? Mick, wat kom jij nou wel doen? Nou, ik zal eens proberen in te breken, hoor. Woehoe! Ja, Mick, luister, het is nog niet klaar, grapjas. Oh, ik dacht gewoon, nou, dit ziet er normaal wel uit, wat jij... Je snapt toch wel dat dit niet klaar is? Het is gewoon nog in aanbouw, oké? Het komt helemaal goed en jij gaat hier nooit in kunnen breken. Ik vind het wel een beetje wat jij normaal bouwt, hoor. Gewoon een paars blokje. Luister, Mick, je moet niet zo stoer doen. Jij moet hier nog zien in te breken. En ik zou maar een beetje op je woorden letten, Mick. Ik weet zeker dat je er niet in komt. Heb je zelfs al hulp van de klus ingeschakeld? Of hoe zit het? Ja, toevallig wel. Je moet toch aan blokken komen. Mick, blijf uit die auto alsjeblieft. Nee, weg. Het niet mee, Mick, je mag straks pas inbreken. Kom op. Oké. Jongen. Dan komt Mick alweer vervelend doen. Ik ben pas net begonnen met bouwen. Maar goed, hij gaat er dadelijk wel achter komen dat hij niet kan inbreken. Ja, wat is er nou weer? Morgen komt iedereen, dus dan weet je dat. We gaan allemaal proberen in te breken. Superleuk, ik heb er zin in, man. Hey, ja, niemand dus gaat kunnen inbreken. Ik zou maar wat gaan zweten, hoor. Nee, ga jij maar zweten, want jij moet namelijk inbreken hier. Als je dat vergeten was. Oké, ik ga gewoon meteen beginnen met het dak, want Mick heeft in principe wel een punt. Er komen dus morgen mensen en de dag is al halverwege. Dus ik moet dit huis ook nog eens snel gaan maken. Ja, dit moet helemaal goed komen, denk ik. Hallo? Is dit het huis waar we in moeten breken? Ja, dit wordt het huis waar dit we in moeten, waar jullie in moeten breken. Ja, inderdaad. Okay, maar dit komt echt helemaal goed. Dit wordt echt de makkelijkste inbraak die ik ooit heb gemaakt in mijn hele leven. Wat bro, is dit nou weer? Je hebt nog niet gezien wat er allemaal omheen komt te staan nog, hoor. Oké, we gaan het zien. Oké, ik ben hier dus echt niet bang voor. Dit wordt echt heel makkelijk. Nou, ik zie je binnenkort, Giel. Ja, is goed. Tot morgen. Dak zit er bijna op, denk ik. Ja, het begint er soort van goed uit te zien. Oh nee, wacht. Dit ziet er ook echt niet goed uit. Weet je wat? Oké. Ik heb het huis dus expres best wel klein gelaten. Omdat het natuurlijk ook allemaal beveiliging omheen moet. Ik heb natuurlijk niet alle tijd. Ik had eigenlijk moeten zeggen dat ze pas over een week mochten komen proberen. Maar ja, dat heb ik nou eenmaal niet gedaan. Oké, we gaan ook gelijk eventjes een deur erin zetten. En dat is niet zomaar een deur zoals je kan zien. Dat is een deur met een code. En ik ga de code gewoon 4444 maken. Zo, hoppa. Dit is een code die ik niet vaak gebruik. Dus ik denk dat ze die niet heel snel gaan raden. Maar ik maak hem ook weer niet te moeilijk, weet je wel. En ik heb mijn helikopter ook bij. Wacht, dat is een goede. Ik
ga mijn helikopter ga ik hier bovenop zetten. Weet je, heeft verder helemaal geen nut, maar het ziet er gewoon cool uit. Hier, kijk. Ja, dit is prachtig. Of ja, ja, dit is prachtig, mensen. Vanaf nu is het prachtig. Wat we nu gaan doen, is eventjes deze camera pakken. En we gaan hier overal eventjes wat camera's ophangen. Gewoon zo, op deze manier. Zo kan ik altijd zien of dat iedereen wat netjes aanklopt. Oké, dan gaan we eventjes deze camera's linken aan deze monitor. Dan kan ik dus precies vanaf binnen zien wat er buiten gebeurt. En kunnen we niet hier trouwens ook een camera ophangen? Ja, dit is ook top hoor. Ik wil dadelijk nog meer dingen op het dak gaan zetten. Maar eerst is het eventjes tijd om natuurlijk nog wat andere dingen toe te voegen. Zo hebben we hier ook nog wat magma bloks. En die zijn echt heel erg vervelend om overheen te lopen. Want daar krijg je gewoon super veel pijn van. Dus we gaan gewoon eventjes dit helemaal uithakken hier zo. En dan gaan we hier gewoon een heleboel magma bloks neerzetten. Kijk eens even, de magma gracht staat eromheen. En ik heb gelijk ook eventjes een vloertje gelegd in mijn huisje. Ja, het is een heel erg klein huisje, maar het is klein, maar fijn. Ik vind het helemaal top. Maar dat is natuurlijk niet alles, hè, een magma gracht. Wat we ook eventjes gaan doen, is nog een gracht bouwen hier om dit huis. Het wordt gewoon iets wat te maken heeft met cactussen. Het worden gewoon cactussen. En daarvoor ga ik eventjes dit patroon uithakken. En dan gaan we ook nog hier dit uithakken. Dan zetten we daar dadelijk zand neer en dan planten we op het zand allemaal cactussen. En ja, dan kun je proberen wat je wil, maar dan kom je hier echt niet binnen. Dus we pakken even het zand erbij en wat cactussen. Zo. En dan gaan we dit allemaal eventjes lekker invullen. En kijk, deze muur staat ook. En cactussen gaan natuurlijk gewoon uit zichzelf groeien. Maar dan is het nu tijd voor de volgende muur. Of ja, gracht eigenlijk meer. En in deze gracht ga ik natuurlijk lekker wat lava neerzetten. Zo, kijk. En als het goed is, gaat het alles opvullen, toch? Hey, hallo noob. Wat ben je aan het doen hier in mijn achtertuin? Nou, ik ben hier mijn veiligste huis aan het bouwen. En je kan hier nooit binnenkomen. Gaat nou, je niet lukken. Nee, dat ziet er wel heel gevaarlijk uit dit hoor. Met die cactussen en wat zien camera's. Je kan wel eens proberen om naar het huis ja, te nee, lopen. Maar ik denk dat het ziet er heel gevaarlijk uit. Ja, dat klopt. Maar ga je morgen ook inbreken hier? Of hoe zit dat? Ja, ik ga hier zeker inbreken. Alleen, wow, zie je, die cactussen zijn al aan het groeien. Ik weet echt niet of me dat gaat lukken hoor. Nou ja, je kan kijk, het in ieder geval proberen. Maar ik denk ook niet dat het je gaat lukken, want dit is nog niks. Kijk, echt wel. Echt wel, kijk. Zo. Au! Oh jee, sorry Doobie. Ja, dat ging helemaal goed eigenlijk, ja. Voor de noob wat minder, maar voor mij ging dit helemaal top gewoon. Oké, ik ga eventjes de auto van de klus verzetten, want ik moet hier even een klein beetje gaan aanpassen. Want ik heb hier volgens mij nog meer dingen die ik kan plaatsen. Oeh, niet zoveel hoor. Ik heb hier eigenlijk alleen nog maar deze, ja, bars die hier liggen. En ik ben bezig met de allerlaatste muur en... Oh nee. Ik heb per ongeluk zo'n ding in de lava neergezet. Ik moet echt uitkijken bij plaatsen. Want als je deze plaatst, kan je ze dus niet weghakken. Zo sterk zijn deze... Oh nee. Ik ben het helemaal verkeerd aan het doen, mensen. Nee! De hele muur zit er gewoon omheen. Dit is geweldig. Maar dan hebben we natuurlijk nog één ding wat we moeten plaatsen. En dat is dit. Dit zijn turrets. En die moeten hier ergens komen te staan. Oh nee. Oh. Oké, ik ging er bijna af op mijn eigen bouwwerk. Ik moet hier even naar boven zien te komen. Even kijken. Ik ga het gewoon zo doen. Hier moeten nog wat sentries komen te staan. En dit zijn echt super goede wapens. En nu heb ik hem op spelers gezet. En dat betekent dat hij dus dadelijk geactiveerd wordt op het moment als er spelers in de buurt komen. Zo, oké, dat begint er wel bruut uit te zien zo eigenlijk. Even kijken, kunnen we hem hier ook neerzetten? Jazeker. Oké, dan doen we dat hier ook. En ik heb er nog twee. Weet je wat? Ik ga ze natuurlijk wel gewoon neerzetten. Oh, wacht. Ik zie dat er hier ook nog eentje moet. Zo. Ik denk dat hier niemand naar binnen gaat komen op deze manier. Het is nu tijd om te gaan slapen. Het begint ook al een beetje donker te worden. Ik zet hier mijn bed neer. En ik zou zeggen, welterusten. En tot morgen. Goedemorgen, Giel. Oh, we komen inbreken. Ja. Nou, probeer dan maar. Doe dan. Kom dan. Kom dan, jongens. Ik hou ze bezig. Gaat jullie niet lukken? Waarom kan ik dit niet breken? Blijf daar staan. Heel goed. Dit is hele sterke. Oh nee. Ik val snel naar binnen. Oh, ben je? Ja, let's go. Is iedereen al af? Volgens mij is iedereen af. Mensen, dit is officieel het veiligste huis ooit. Au. Klik hier voor de volgende survival video van Mick. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik je hopelijk morgen weer terug bij een gloednieuwe video. Doei!